Hier maken we een heerlijke pastataart die een beetje gebaseerd is op de pasta bolognese. Daarvoor verhitten we olijfolie in de pan. Daarbij gaat dan de fijn gesneden wortel, die heb je eerst schoongeschraapt. En een klein gesneden ui. En die fruit je dan op matig vuur gedurende 5 minuten, totdat de groenten een beetje zacht worden. We gaan daar de spekblokjes bij. Vervolgd wordt runder gehakt. En dit rul je dan. Dan gaat daar ongeveer 1 eetlepel tomatenpuree bij. Dat ontzuur je, dus dat bak je een minuutje mee. Gevolgd door de tomatenblokjes uit blik. Dat schep je om. En dit laat je ongeveer 15 minuten zachtjes inkoken. Dan doe je het in een grote kom. En dan laat je het afkoelen. En ondertussen breng je water aan de kook met zout. Daar gaat dan de pasta bij. In dit geval pennen. Die kook je dan tot ze beetgaar zijn. Dit gaat bij de pastasaus. Wat schep je om. En dit laat je dan in zijn geheel afkoelen. Wanneer het afgekoeld is, voeg je daar de eieren aan toe. Dit zorgt dadelijk voor de binding in de taart. Gevolgd door de pecorino of parmezaanse kaas. En dit schep je om. Merk smaak met peper en zout. En dan zou je eigenlijk al een heerlijke pasta hebben. In dit geval storten we het in een ingevette taartvorm. Deze ongeveer 5 cm hoog. Dat drukken we aan. En de pasta maak je dan af met fijn gesneden rozemarijn. En deze taart bak je dan af op 180 graden gedurende 20 minuten. Dan laat je het ongeveer 10 minuutjes tot 5 minuutjes afkoelen. Dan snij je er stukken van en dan heb je een heerlijke pastataart.